Vandaag gaan we het dus hebben over krachttraining en veroudering. Maar wat is nu eigenlijk krachttraining? Wat versta je onder krachttraining? Vaak denken mensen toch meteen aan bodybuilding of allemaal enge dingen met heel veel zware gewichten. Nou, krachttraining is eigenlijk niks anders dan trainen om je kracht te vergroten. Zo simpel is het. Met als doel je lichaam sterker maken. En als de nadruk ligt op het verfraaien van je lichaam, dat je echt een doel hebt op je uiterlijk, dan spreek je van bodybuilding. Ja, maar vanavond hebben we het dus over krachttraining. Nou, een oudere, wanneer ben je nou een oudere? In de regel vanaf 65 plus word je een oudere genoemd. Soms wordt er zelfs vanaf 55 plus van een oudere gesproken. Maar verouderen doe je al vanaf je 30ste. Ja, dus vanaf je 30ste levensjaar spreken we al vanaf verouderen. Daarvoor ben je alleen nog maar aan het opbouwen en daarna spreken we van veroudering. Ik wil even zeggen dat ik mijn presentatie heb gebaseerd op mijn eigen kennis, ervaring, wat ik zelf allemaal heb meegemaakt met opleidingen, maar ook heel erg geïnspireerd door het boek Younger Next Year en de Otago-cursus. Die valpreventie is voor ouderen, waarbij ook van krachttraining gebruik gemaakt wordt. Nou. Normaal verouderen bestaat niet. En jouw vooruitzichten zijn anders dan die van je ouders. En ook jij kunt je ieder jaar fitter, sterker en jonger gaan voelen. Het punt is eigenlijk dat je het niet weet. Je hebt het gevoel van, je weet hoe je ouders ouder zijn geworden, hoe hun ouders ouder zijn geworden. Hè, je opa en oma, misschien had je nog overgrootopa's en oma's. Maar de tijden zijn veranderd. We leven niet meer in de tijd waar zij oud in zijn geworden. En wij hebben de mogelijkheid om gezond oud te worden en ons fit te blijven voelen tot we 80 zijn en ver daar voorbij. Ik ga je vertellen hoe. Nou, waarom ga ik dan nou vertellen? Wie ben ik dan eigenlijk? Nou, ik ben dus Tamara van der Poel. Ik ben opgeleid als geriatriefysiotherapeut. Dat is eigenlijk een moeilijk woord voor oudere fysiotherapeut. Zoals je ook een kinderfysiotherapeut hebt, heb je ook een fysiotherapeut opgeleid om speciaal voor ouderen. En mijn motto is eigenlijk: verouderen is onvermijdelijk, maar aftakelen is een keuze. Je haar wordt grijs of je wordt kaal. Je huid wordt slapper. Dat zijn allemaal dingen die onvermijdelijk zijn. Dat gaat gewoon nou eenmaal gebeuren. Dat hoort bij het ouder worden. Maar aftakelen, dat hoeft niet. En heel veel dingen die, heel veel dingen die we ouder worden noemen, dat is eigenlijk aftakelen. En aftakelen komt vaak door inactiviteit, hè, doordat je steeds meer stil gaat zitten. En doordat je steeds minder krachtige dingen doet, omdat je stopt met werken bijvoorbeeld. Waardoor je eigenlijk geen gebruik meer maakt van je volle potentie. Nou, ik zal nog even kort iets over mezelf vertellen. 10 jaar geleden heb ik rughernia gekregen. Ik had uitstraling in twee benen. Ik kon eigenlijk niet meer auto rijden, omdat ik het gaspedaal niet eens ingedrukt kreeg. Ik kon de hond niet meer uitlaten, ik kon niet met de kinderen spelen, ik kon eigenlijk 50 meter lopen en dat was het. Na 2 jaar ben ik eindelijk doorgestuurd naar een kliniek en die hebben meteen besloten om mij te opereren. En daarna heb ik op bed gelegen in de huiskamer met een korset. Mocht ik ieder uur 5 minuten opstaan, maar absoluut niet zitten. Vervolgens mocht ik een half uur gaan lopen. En nou ja, zo heb ik dat helemaal moeten opbouwen. En uiteindelijk bij de fysiotherapeut, ik ben zelf fysiotherapeut, maar ja, dan moet je ook naar een fysiotherapeut. Gingen we oefeningen doen. En dat begon met de billen van het bed lichten tot opstaan uit een stoel. Vervolgens met een bezemsteel in mijn nek. En de groepslessen die ik voorheen altijd deed, het springen, buikspieroefeningen doen, allerlei dingen die je in de groep moest doen, daar kon ik gewoon echt niet. Dus van daaruit ben ik eigenlijk de fitness ingerold. Want er was gezegd dat ik nooit meer dan 15 kilo mocht tillen, maar daar heb ik gelukkig niet naar geluisterd. En ik ben op die manier eigenlijk
ja, mezelf weer op gaan bouwen. En ik heb daar heel veel plezier in gehad en nog steeds. En ik heb mezelf daar ook verder in verdiept. Op een gegeven moment kom je op een punt, denk je, ja, kom ik niet meer verder. Dus ik wil meer van weten. Nou ja, ik heb er alles over uitgezocht en ik practice what I preach. Dus ik ben hier in de sportschool waar Michael het net over had, ben ik zeker 4 dagen in de week te vinden. En dat doe ik met veel plezier. Nou, er is dus een onderscheid tussen verouderen en aftakelen. Dat had ik al verteld. En het meeste wat wij verouderen noemen, wat we verafschuwen, dat is eigenlijk verval. Nou, wat is nou normale veroudering? Kijk, we zien hier een paar plaatjes. We zien hier een fitte dame, zeker 80 jaar. Die ziet er nog heel fit en vitaal uit. En we zien hier ook een man die, zoals ik het zie, heel lekker fanatiek aan krachttraining doet. Maar ja, is dit dan normale veroudering? Of is het plaatje hiernaast van de man met de wandelstok die een beetje gebogen loopt, is dat normale veroudering? Of deze dame die in een instelling zit, is dat normale veroudering? Wat verstaan we onder normale veroudering? Wat versta jij onder normale veroudering? Denk daar eens eventjes over na. Een boek aan de andere kant. Oh, zo, ja. Nou, ouderen leven steeds langer. En dit zijn de 65-plussers per gemeente. En je ziet hier ook het aandeel in 2012 en vervolgens in 2040 wat de prognose is. En waar we dus van uitgaan is dat we oud worden en klachten krijgen en doodgaan. Maar zo is het niet. De levensverwachting vanaf 65 is op dit moment nog minstens 20 jaar. En de kinderen die nu geboren worden, daarvan is de levensverwachting al 91, 92 jaar. Dus vanaf je 65ste heb je nog 20, 30 jaar te leven. En wil je die dan leven in een vervallen lichaam of wil je die leven in een fit lichaam? En wil je daar ook pas op je 65ste mee beginnen om je lichaam fit te krijgen? Of wil je gewoon zorgen dat je al fit 65 wordt?